Oké, dus de levering ziet er zo uit, de luifel. Dat is dat lang stuk hier. 3 meter, iets meer dan 3,70 meter zelf. En dan een apart doosje wat eigenlijk de kit is die afhankelijk is van uw auto. En deze kit is voor de Fiat Ducato, dat is de handlijn. Dus de handlijn zit in dat kleine doosje. En dat doosje zit een rubber, hier tien rubber, zullen we straks wel zien. En dan 3 beugels, afhankelijk van uw model, een aantal beugels. En de hardware, de schroeven en bouten en zo. Dus dat is de kit voor de Fiat Ducato. Maar ook voor de Citroën Jumper en Peugeot Boxer, omdat dat dezelfde uitvoering is. De high roof wel, dus voor de verhoogde dakuitvoering. En hier zie je een klein beetje aan die beugels geplaatst worden. Nu het is een handleiding. Dus het zal er wel duidelijker in staan ook. Ja, ik heb er al eens doorgegaan. Hier staat er dus dat je voor de montage Silca 252 staat er aan. Dus Sika 252. Dus ik dacht, oké, ik moet gewoon Sika Flex hebben. Dat is Sika Flex. En die camperwinkel had de 521UV. Ik dacht dat dat goed was. Ik heb eigenlijk niet op die code gelet, maar gewoon Sika Flex in een bepaalde kleur gekocht. Blijkt dat je dus wel verschillende codes hebt, omdat die codes wel belangrijk zijn. En hier vragen ze dus echt om de 252 te gebruiken. Ik heb het opgezocht. De Sika Flex 252 is constructielijm, dus voor het bevestigen van dingen. De Sika Flex 521, wat ik hier gekocht heb, dus eigenlijk in de kamperenwinkel. Foutief is eigenlijk gewoon een afdichtingskit. Dus dat is niet geschikt voor de constructie. Je hebt ook nog Sika Flex 17, die voor het dakraam, heel specifiek voor dakramen te plaatsen. Hier zie je ook, maar ik heb ondertussen al de Sika Flex 252 ook besteld. Dus dat is die constructielijm. Dus voor, wacht hier. Dus voor de langste F65 370, de langste wielbasis. Die van 435. Moet je dus op drie punten hebben van in het dak van die dingen zitten. En dat klopt, dat heb ik al bevestigd. En daarop moet je die beugels gaan monteren. En een voorbeeld van die beugels, dus hier zie je die ACB, die beugels ook. Ik zal direct ook even alle pagina's bekijken. Een keer dat die beugels bevestigd zijn, dus dat zijn die 3 beugels. Je ziet hier, ze zijn niet symmetrisch de beugels. Dus er zit hier van boven zit een gat. En dat komt overeen met dat gat waar dat die schroef al in zit. Of die bout al in zit. En je hebt 2 gaten hier, dat zijn die 2 gaten waar dat dan die hardware op komt voor het bevestigen op dat pinnetje dat in een auto zit, in het pak van een auto. De kleine en de andere grote. Was dat hier nog? Ja, de keer dat die geplaatst zijn, dus staat vooral bij dat je die in een rechte lijn moet plaatsen. En dat is die rubber dat je ertussen moet kleven. Op ongeveer die diepte. Ik denk dat dat gewoon voor de afdichting is, voor als er water vandaar komt, als je een klein beetje schuin staat, dat dat niet onder je luifel doorloopt. Heel die luifel erop klikken en vastschroeven. Dus er zijn eigenlijk 3 schroeven. Bouten moet ik zeggen. Dat zijn de die waarmee dat uw luifel echt vastgeschroefd is. En dan, dus hier, daar zie je een klein beetje dat ijzerstukje. Dat zijn ijzertjes met bouten in opnieuw die door het zwarte stuk ijzer gaan. En die inkeping moet over dat pinnetje komen volgens actie. Ik weet nog niet, ja, hier komt er die Sika Flex op, dus dat wordt eigenlijk verlijmd en dat dient gewoon voor het opspannen.
Oké, dus de installatie ging vrij vlot totdat we eigenlijk alle drie de elementen geplaatst hadden. Daar een, in het midden een en hier een. Maar zoals je ziet heb ik deze moeten wegnemen, want die kreeg ik niet goed uitgelijnd. En ik bleek in die zin te kantelen. Dit punt is te hoog, dus ik heb hier al, dat zie je door die kit, ik heb hier die kit er al weggenomen met een bijtel. Maar ik durf eigenlijk niet meer kit wegnemen dan dat ik nu al weggenomen heb. Maar hij lag nog altijd op dit punt te hoog, waardoor dat als ik hem hier dan, dus eigenlijk, je hebt die beugel, die kun je alleen maar aan deze kant opspannen met die twee bouten hier. En dan trekt het dat scheef, omdat dat hier naar beneden geduwd wordt, als je die bouten opspande. Maar ik heb dus die beugel ook, dus ik heb die kit een klein beetje weggenomen. En ik ben ook met grof materiaal, slijpschijf, die beugel beginnen aanpassen. Die is, ik heb hier net geschilderd, dus die is aan het drogen. Maar als je kijkt, dus hier hebben die richels en hier ook. Hier heb ik die weggeslepen tot op die richels. En als je dan naar de breedte kijkt, dan zie je, hoop ik nog net, ja, dan zie je dat die daar op het einde smaller wordt. Er is nog altijd materiaal genoeg voor de stevigheid, dat is geen probleem.